Stom! Dieren zijn ook wel eens ziek, ze krijgen koorts of reumatiek. De kippen willen niet meer aan de leg, maar gelukkig is er iemand onderweg. Daar is Tom! Treffer ziet een beetje pips, want zijn poot moet in het gips. Maar er is gelukkig iemand die hem helpt. Ja, want dierendokter Tom is al gebeld. Daar is Tom! Hij beleeft weer avonturen en jij mag mee. Waar is Tom? Daar is Tom! Dokter Tom! Ja, daar is dierendokter Tom! Hoi, Cara. Nou, zit erop voor vanochtend. Je bent toch niet de jaarlijkse inspectie van Lionel Froggatt vergeten, Tom? Tuurlijk niet, Cara. Nee, Tom, tuurlijk niet. Ik hoop dat zijn winkel wat minder rommelig is dan normaal. Ik krijg het nooit overal op tijd netjes. Oh jee. Als we niet door de inspectie komen, dan is dat ook niet goed voor jou, Columbus. Dan zul je moeten verhuizen. Als ik iemand kan vinden die je wil hebben. Oh nee, alsjeblieft, hou op overal zo'n troep te maken. Die planken. Lieve hemel, ik dacht dat Tom daar al was. Ik hoorde toch echt de deurbel. Ah, mama Lionel. Daar zijn ze, pap, bij de eendenvijver. Hoi, jongens. Tot over een uurtje, pap. Tot straks, Joe. Nog maar 20 minuten de tijd. Oh, het lukt me nooit zo. Nooit. Oh, hallo, Iggy. Zo, dus daar had je je verstopt, hè? Wil je een lekker druifje? Nee hoor, ik trap geen tweede keer in die beltruc, Columbus. Morgen, Lionel. Jamie, ik wou je niet laten schrikken. Het spijt me, George. Weet je, dokter Tom komt straks mijn winkel inspecteren. Hij is toch niet aan kant. Alsjeblieft. Hou op, Columbus. Kan ik je helpen? Nee, Lionel. Ik zie dat je druk hebt. Kom op, Mitch. Oh, nee. Nog maar 10 minuten. Mijn beurt om brood te gooien. Maar geen hele boterhammen, Lucy. In kleine stukjes. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Kijk wat je gedaan hebt. Zullen we iets anders gaan doen? Kom, we gaan naar de videotheek. Hey, Joe. Is die eend daar wel in orde? Ik weet zeker dat er iets mis mee is. Oh. Ja, toch nog alles opgeveegd. Oh nee, waar heeft die deugd niet van een eend die zich nu weer verstopt? Blijf, schatjes. Meneer Froggatt heeft die verschrikkelijke papperdingers. Mami is zo terug, hoor. Ze gaat even kijken of ze nog meer van die zachte zijde kussens voor jullie kan kopen. Zo, dat is beter. Nee. Zij niet. Niet nu. Ik doe de deur op slot. Wou je de deur voor me openhouden? Oh, wat ben je toch een heer. Kan ik u helpen, juffrouw Plush? Oh, je doet me denken aan de held uit mijn laatste boek. Hij was een ouderwets charmante man.
Ik kwam u voor kattenvoer. Hier zo, ik heb nogal haast, ziet u. Dit hier is erg goed spul, hoor. Geef me een kus. Geef me een kus. Oh, meneer Froggert. Wat vreselijk. Maar ik mag u. Wat? Dat was ik niet, hoor. Mismaakt schepsel. Ik zou nooit zoiets zeggen. Nee, jij bent helemaal geen Oderwijlse heer. Nee, dat ben je niet. Jouw bloed kookt. Onbeheersbaar. Ik kom later wel terug als je wat afgekoeld bent. Deug niet. Oh, nee. Tom, ben je iets kwijt of zo? Ik moet over 5 minuten in Lionel's zaak zijn, Kara. En nou zoek ik mijn... Inspectieformulieren. Ik denk dat er iets vast zit in zijn keel. Ik zal hem hierheen lokken. Kom, eentje. Kom, eentje. Maar wij weten toch niet wat we moeten doen? Stel dat het echt ernstig is. We moeten de dokter halen. Hij komt er al aan, Pippa. Dokter Tom, snel hierheen. Sorry, Pippa, maar ik heb haast. Het is echt een noodgeval, dokter Tom. Goed dan, ik kom al. Heb eens. Nou, laat me eens even naar je kijken. Ja, er zit inderdaad iets vast in zijn keel. Goed zo, Pippa. Het was een noodgeval, hè, dokter, toch? Ja, nou. Goed dat je me geroepen hebt, hoor. Nou. Zal ik hem wat brood geven? Nee, nu zeker niet. Ik breng dit kleine eendje nu eerst snel naar mijn praktijk. En daar ga ik hem behandelen. Mijn mooie winkeltje. Finito. Ik... Finito. Arme Lionel. Oh, nee. Ga weg. Hallo, Froggert's dierwinkel. Hallo, Lionel. Dokter Tom is nu bezig met een spoedgeval. Dus hij komt over een uur. Ik hoop dat dat schikt. Wat? Oh, nee. Ik bedoel, het is wel wat moeilijk, maar het zal wel lukken. Dus bedankt voor je waarschuwing, hè. Sla de trommels en rinkel de bellen. Maar niet verzagen. Oh, nee, er is altijd veel te doen. Even de andere kant uitkijken, jongens. Jullie kunnen even kijken. Dit zat hem dwars. Kijk, een vislijn. Mensen weten toch dat ze niet in de vijver moeten vissen. Kom jongens, we zetten haar terug in de vijver. Alsjeblieft, Pippa. Aan jou de eer. Zet haar maar rustig terug in het water. Blijft u niet? Ik moet snel naar de dierenwinkel. Ik ben al een uur te laat. Meneer Froggert zal er niet zo blij mee zijn. Daar ga je, eendje. Tot ziens, eend. Het spijt me dat ik zo laat ben, Lionel. Maar een van de eenden in de vijver... Ik heb je winkel nog nooit zo netjes gezien. Ik moet nog wel even je voorraad inspecteren, maar... dat zal ook wel in orde zijn. Echt waar? Dat is dan... Bof komt Lionel. Bof komt Lionel. Daar stond!